Binnen van 12 bij de 10 beste. De nieuwe van Say My Name, Barre. Barre, ja. 8. En Oscar en de Wolf klimt erin. Echte Warriors, hè? Toch? 7. Van 10, 3 vooruit. Coldplay. Uit mijn hoofd en van het podium. Gezakt van 2. Paulien. 5. I'm good, doet het goed. David Guetta met Bibi Rexha. Ze klimmen naar 1. Vier. Voor de derde week blijft Rosalien plakken op 4 dus. Nog zo'n plakker. In stijl, Harry Styles. 2. In de regen en 3 naar boven. Voor Kanye op 2. Radio 2, top 30. Peter Hermans. Vorige week was het bye-bye op 1, want daar kwamen er 3 uit het noorden. De grootste hits aller tijden. Radio 2 Top 2000. Anja Daams en Benjamin Scholaert. En dan wordt het nu echt spannend. Want straks kennen wij de nummer 1. Radio 2 Top 2037. Aller tijden. Radio 2 Top 2000. 10. Nee, we lachen niet meer als toen. En we huilen niet meer als toen. Dan toch niet die 1 op 1 miljoen. 9. Music was my first love. And it will be my last. 8. Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan. Mia heeft nooit afgezien. Ze vraagt, kun jij nog dromen? 7. Oh, wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goeiemorgen, morgen, ik ben blij. Goeiemorgen, goeiemorgen. 3. Radio 2. Radio 2 Top 2000. 2. Imagine all the people sharing all the world. Dat waren de 10 populairste van de Radio 2 Top 2000. Voor we de apotheose laten horen, nog even zeggen dat we je een geweldig oude jaar wensen. En vooral een mooi, een verrassend en een gezond 2023. Zometeen neemt Peter Hermans je mee het nieuwe jaar in. Maar nu dat ene nummer waar we sinds 25 december op wachten. Het is Queen, Bohemian Rhapsody. Was opnieuw fenomenaal. Bedankt om te luisteren, mee te zingen en om massaal te stemmen. Dit is alvast gedurende 1 jaar de allergrootste hit aller tijden. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the pandango? Geniet nog even na van de mooiste momenten op radio2.be. Zo klinkt eindejaar bij ons. Radio 2. Radio 2. Van Tim, Rick, Niels en Florentien. Dit is het beste van de 538 Show. Hey, goedemorgen. Douwe Bob komt eraan. Zometeen This World Is Our Home is onderweg. Net als Ed Sheeran en nu Eric Prydz. Tomorrow's leftovers and how you can best prepare. Live Live News starts right now. Now, from the Lowcountry's news leader, this is Live 5 News. Good morning, everybody, and happy Thanksgiving. I'm Katie Cannon. And I'm Shelby Roberts. On this Thanksgiving, I'm thankful for you, Katie. I'm thankful for the viewers at home. I'm also thankful for our special guest this